Hi, ik ben een weekendje weg. Ik zit nu in de caravan. Na, ik geloof 4 dagen of 3 dagen. Nee, 3 dagen ben ik een weekendje weg. En ja, nou ja, ik wilde laten zien wat ik meeneem qua beauty. Dat zit nog allemaal in mijn toilettas, dus ja, laten we gaan kijken. Dit is mijn toilettas, mijn nieuwe toilettas. Ik heb er een artikel over geschreven op mijn site, hierannie.webnode.nl. Mijn site zet ik ook hier in de beschrijving. Allereerst heb ik deze vandaag nog even gekocht, want mijn deo is bijna op. Ik vind spuitdeo's altijd wel handig met dit warme weer. En deze toilettas is van de Ethos. Meer lees je op mijn beauty blog. Zo, dit is zeg maar mijn eerste vak en hier zit vooral ja, verzorging en make-up. Nou ja, mijn tandenborstel, altijd handig. Een lipstick van Essence. Deze lipstick van BU. Dit is mijn favoriete lipstick. Hij is zo mooi. Een blushkwast van de Vibra. Een roll-on concealer van So Me. Een mascara. Dit is mijn favoriete mascara. De 4D Lash Architect van L'Oréal Paris. Hierachter nog een 2-in-1 nagellak van, hoe heet het nou? Essence. En een bokkenpootje. En trouwens hier tussen, dit hier zo. Deze. Nog een klein gel liner kwastje. Dan heb ik hier achter mijn body lotion van Sephora. En deze shampoo van een hotel. Maar deze shampoo lekt. En dan mijn Dr. Van der Hoog reinigingslotion. Mijn Cool Jade tandpasta. Max White. En van hetzelfde merk als de shampoo. Een douche gel. Een vaseline van de apotheek. En een reinigingslotion. Oogreinigingslotion. Dit is voor je gezicht. Dit is van Dolce van de Hoog. En dat houdt je gezicht weer op peil en zo. En dit is gewoon voor je oog van Action. Allereerst dit etuietje. En hier heb ik wattenstaafjes, zwartje. Mijn droogshampoo van André Lon. Verrassend volume, vind ik heel erg fijn. Mijn borstel van Topmodel. Ik weet het, misschien een beetje kinderachtig, maar hij borstelt zo lekker. Want dit deukt helemaal in. En ja, als ik klitten heb, doet het gewoon helemaal geen pijn als ik borstel. Dus ja, dat vind ik wel fijn. Dan nog mijn bijna op deodorant van Fa. Roldeodorant. Een haarserum, dit heb ik even verplaatst. Qua potje. En een Crazy Cupcake Masker van Dr. Van der Hoog. Deze Strawberry nagellak remover pad zonder aceton van de Action. Een geurtje. Nog een geurtje. Een blauwe mascara van de HEMA. Als je geluiden hoort, ik zit dus op de camping. De grootste camping van Nederland, dat is wel cool. Een blush, dit is 032 Rosewood van MAC. Herriestoppers, ja, ik zit dus op de camping. Je weet nooit wat voor lawaai er nog allemaal in de avond is. Als ik probeer te slapen. En Catrice Made to Stay Long Lasting Eyeshadow 020 is dit. Romance Gone Bad. En ik gebruik het als gel liner. En ik geloof dat dat alles was. Was alles. Dit heb ik dus meegenomen. Als je nog benieuwd bent naar de toilettas. Hoe duur die was. Wat ik pluspunten ervan vind. Kijk dan even op mijn site. Hierannie.webnode.nl. Daar vind je gewoon een heel artikel. Ja, nou ja. Tot de volgende video. Doeg!